Voor de kust van Hinderlopen vond dinsdag een spectaculaire reddingsoefening plaats. Aan de oefening deden search and rescue eenheden uit Canada, Slovenië, Noorwegen, België, Duitsland en Nederland mee. De oefening is onderdeel van de internationale search and rescue meet die deze week op de vliegbasis Leeuwarden wordt gehouden. De SAR-eenheden moesten samen met twee reddingsboten van het KNRM-station Hinderlopen drenkelingen redden, waarbij zowel drenkelingen uit het water als van de reddingsboten in de helikopter werden gehesen. Een internationale demonstratie met SAR-helis uit een aantal landen. Dat klopt. Onze eenheid, een search and rescue eenheid van de vliegbasis Leeuwarden, bestaat dit jaar 50 jaar. Dat leek ons een goede gelegenheid om een aantal bevriende eenheden uit te nodigen om mee te doen aan een zogenaamde search and rescue competitie. Een competitie waar op dit moment zo'n achttal heli's voor ingeschreven staan uit diverse landen. Een deel daarvan vindt hier in Hinderlopen plaats. Dat is het zoeken van een drenkeling die hier voor de kust in het water ligt. En daarna het redden van de drenkeling. Dat is een onderdeel van de competitie. Hij vliegt nu naar het zoekgebied toe en zal van daaruit beginnen met zijn opdracht. Het opzoeken van een drenkeling die al een tijdje in het water ligt. Normaal gebeurt dat via een vast patroon. In de apparatuur aan boord kunnen een aantal patronen ingezet worden, afhankelijk van de wind, maar ook afhankelijk van de grootte van het zoekgebied. Hij is nu op zoek naar de drenkeling. Zodra hij de drenkeling gevonden heeft, zal hij overgaan tot een standaardprocedure voor het redden van de drenkeling. In dit geval zullen we ook zien dat de drenkeling een flare ontsteekt. Om zo duidelijk te maken aan de bemanning, hier bevind ik me. Hij heeft in dit geval de drenkeling gevonden. Hij neemt snelheid terug. De flare komt er. Het oogt redelijk spectaculair. Ja, spectaculair. Dat kan zijn, maar het is een onderdeel van onze normale werkzaamheden. Het redden van drenkelingen. Dus in het kader van het normale werk wat we doen, moet je dit zien als een goede oefening. Maar tegelijk daarbij een competitieverband waar uiteindelijk dan een winnaar uit tevoorschijn komt. Er gebeuren nu een aantal zaken aan boord, waaronder de redder die aan boord is. Die zal straks naar buiten gebracht worden in de buurt van de drenkeling. Welke landen doen mee en wat voor materieel sturen ze hier naartoe? Over het algemeen, wat ik al zei, zijn het vergelijkbare eenheden zoals die van ons. Dus search and rescue, het zoeken en redden van mensen onder allerlei omstandigheden. Voornamelijk op zee in dit geval. Er doen eenheden mee uit Duitsland. België heeft een heli gestuurd. We hebben een heli uit Groot-Brittannië. Evenals zelfs een heli uit Canada die vorige week ingevlogen is om hier aan mee te doen. Dus een grote variëteit aan deelnemers. Hij heeft nu zelf de heli een gele smoke marker uitgegooid. Dat is ook voor hem zelf om de positie goed te kunnen bepalen ten opzichte van de drenkeling. Die zal gedurende wat langere tijd blijven roken. En dat is ook voor andere eenheden een goed richtpunt als die ingezet zijn, onder andere voor boten, om in de buurt van een drenkeling te komen. Zo'n oefening als vandaag, wat voor problemen kunnen er ontstaan voor de heli's? We hebben daar een competitieverband in aangebracht. Een deel navigeren op een wat anders uitgevoerde kaart dan normaal. Dit deel is het redden van mensen. Wat we net al gezien hebben, het weer kan een spelbreker zijn. Lage bewolking, dat soort zaken, dat maakt het allemaal niet makkelijker op. Een technisch mankement aan een heli kan natuurlijk altijd van invloed zijn op de inzetbaarheid. Maar tot op heden gaat dat gelukkig allemaal nog goed. Het lastige van een drenkeling is dat op een gegeven moment de heli boven de drenkeling schuift en de vlieger op dat moment de referentie met de drenkeling verliest. De vlieger zal verder worden aangestuurd door de lier-operator die achterin zit. Die geeft hem aanwijzingen. Of naar links, naar rechts, of naar voren, naar achteren, of omhoog of naar beneden. Om zodoende die heli boven die drenkeling te houden. De KNRM van Hinderlopen doet ook mee met twee schepen. Kun je daar nog wat over kwijt? Ja, wij oefenen normaal gesproken erg veel met de KNRM-stations van het noordelijk deel in Nederland en van het IJsselmeer. In dit geval hebben we een beroep gedaan op de KNRM van Hinderlopen. Hebben ze graag aan beantwoord door de inzet van twee van hun schepen met bemanning. Om ons te assisteren bij deze competitie, bij deze oefening.
Ja, zij fungeren als de boot die de drenkeling te water brengt en waar later de drenkeling wordt afgezet. Ook een deel van de competitie. Maar tevens, een tweede schip is een veiligheidsschip in geval er echt iets gebeurt. Wat we natuurlijk niet hopen. Maar, en dat is de assistentie van de KNRM in Hinderloop in dit geval. De drenkeling gaat in dit geval reeds omhoog. Ze hebben een iets andere procedure op dit moment toegepast. En dat is, ze hebben de reddingsboei, bij de drenkeling gebracht. Hij was schijnbaar in een goede conditie om dat zelf te doen. Een van de andere procedures is dat de redder bij de drenkeling gebracht wordt. Maar dat is meer in het geval als de drenkeling of onderkoeld of gewond is. Nou, in dit geval is de drenkeling dan zelfstandig in staat geweest om in de reddingsboei te komen en daarmee naar boven gehaald te worden. Op dit moment in de heli. En zal straks in het kader van de oefening worden afgezet op de reddingboot die reeds nadert naar de helikopter toe. Die zal eronder gaan varen. En dan wordt de drenkeling afgezet op de boot als onderdeel van de competitie. Normaal zal de drenkeling meegenomen worden om ergens bij een hospitaal afgezet te worden. De boot vaart een bepaalde koers, zoveel mogelijk tegen de wind in. Dat is voor de helivlieger wat comfortabeler, omdat de heli op dat moment stabieler is. Totdat ze dezelfde snelheid hebben, dan zal op het laatste moment de drenkeling worden afgezet op de reddingboot. En dan is voor deze heli dit deel van de competitie over.